dat klopt. Wij hebben al gereden met de Aston Martin V8 Vantage. Dus waarom nou nog een keer? Nou, daar zijn meerdere redenen voor. Dan begin ik met de leukste misschien toch wel. De Aston Martin V8 Vantage klinkt gewoon ontzettend lekker. Dat hebben jullie gehoord in de eerdere video. Dat was een coupé met een sportshift automaat. Vandaag rijden wij een roadster met een handgeschakelde versnellingsbak. En ik heb nog nooit eerder gereden met een Aston Martin met een handgeschakelde versnellingsbak. Over die sportshift automaat was ik niet heel erg te spreken. En nu met die handbak is het een totaal andere auto. Wat is die fijn? Je hebt hem zoveel beter onder controle. Je hebt een veel directere respons op je gaspedaal. En ja, de cijfers zijn nog steeds hetzelfde. Een 4,3 liter grote 8-cilinder zonder turbo's. Ruim 380 pk. 400 Nm koppel. En achterwielaandrijving. Die sportshift automaat. Dat duurde heel lang voordat hij schakelde. Dus op het moment dat je met een bocht schakelde, dook die auto even terug. Dan was je je hele balans kwijt. Vandaag met die handbak hebben we daar geen last van. Dus ik zeg gas erop, dak open en genieten. Nou, als er eentje de tunnel in moet, is het de V8 Vantage wel hoor. Nu met de roadster, dus we horen hem extra goed. Die Vix Blue van kleur is. Je kent die snoepjes wel, Vix. Nou, die kleur blauw, ijsblauw noem ik het maar even. Met een porno rood interieur. Die auto is eigenlijk heel elegant. Maar in deze kleurencombi wordt hij een tikkeltje ordinair. En dat is nou precies wat mij aanspreekt aan deze V8 Vantage Roadster. Dan kennen jullie dat systeem wel. Uitlaatkleppen, zo noemen ze het wel. Ik noem het gewoon, fantastisch. Boven de 4000 toeren gaan er wat kleppen open in de uitlaat. En begint zo'n auto te brullen. Nou, dan maakt hij zijn uitstraling waar hoor. Een tikkeltje ordinair. Jongens, dat is voor het echte werk. Niet zo'n halve automaat, zo'n robotbak. Gewoon een pook en een pot om in te roeren. Nou heb ik ook tijdens het rijden in de coupé het al even gehad over zijn concurrenten. En dan zie ik een Porsche 911 Cabriolet bij deze echt als een concurrent. En waarom zou je dan die Aston Martin kopen? Nou, ten eerste omdat die stukken exclusiever is. Een Porsche 911 zie je tegenwoordig op elke hoek van de straat alweer als je door het Gooi rijdt. Het geluid is beter. Gewoon een ongeblazen 8-cilinder. Ordinair brullen. Vermogen is ongeveer hetzelfde als je een Carrera S hebt. En dan heb ik het nog niet over de restwaarde gehad. Mocht je zo'n auto ooit weer in willen ruilen, dan is die nog steeds exclusief. Er is niet zoveel aanbod. Na vandaag ben ik erachter gekomen dat Aston Martin wel degelijk hele fijne auto's bouwt. Die
sportshift, dat vond ik echt verschrikkelijk. Ik durfde het toen niet te zeggen, maar ik weet nu beter. Zo'n handbak, die wil je hebben. En een V8 Vantage, die rijdt beter als een DB9. Die V8 is veel vloeiender. Dus ja, en zijn er nadelen? Ja, tuurlijk zijn er nadelen. Ik ben redelijk lang. Het is een roadster. Ik rijd met dak open en ik kan mijn stoel niet zo laag zetten dat mijn haren uit de wind zijn. Dat is een beetje vervelend. Als dat nou het enige is, jongens, dan hebben we toch niet veel te klagen. Boom! Ja, dan kunnen we wegdragen.